Hoi, ik ben Björn Forsyniak Den Haag en we staan hier vlakbij Den Haag Hollandspoor. Zoals je ziet zijn er hier panden en die zien er echt heel lelijk uit. En de gemeente doet er eigenlijk niets aan. Het college verwerpt steeds het plan om wat aan die panden te doen. Dus zometeen hebben we een gesprek met Joris Wijsmuller, de fractievoorzitter van de Stadspartij, die ons wat meer gaat vertellen over het hoe en wat en waarom over deze panden. Meneer Wijsmuller, waarom staan we hier? Nou, dit is een van de belangrijkste entrees van de binnenstad. Daar heb je Hollandspoor. Komen dagelijks hier tienduizenden bezoekers die willen richting de binnenstad. En dan voor zo'n belangrijke entree hebben we hier dus deze panden die gewoon als een puinhoop zijn achtergelaten door een projectontwikkelaar. Die deze panden had gekregen van de gemeente voor een prikkie met de verplichting om ze om te knappen. Maar hij komt zijn beloftes niet na, hij komt zijn contracten niet. En waarom niet? Nou ja, waarom, dat is mij een raadsel. Ik heb al 5 jaar geleden de wethouder gewaarschuwd voor de praktijken van deze ontwikkelaar. Dat is Gisteren Vastgoed. Die heeft ook andere projecten in de binnenstad ontwikkeld waar ook veel leegstand nog steeds is. En de wethouder wilde steeds niet luisteren. Maar nu zitten we dus met deze puinhoop zijn we achtergebleven. Wat vind je van die panden hier zo bij die tramhalte bij Hollandspoor, hoe die erbij staan? Ja, die zouden wat mij betreft zo snel mogelijk tegen de vlakte mogen. Ik vraag me af waarom ze nog steeds staan eigenlijk. Het is een doorn in het oog, het ziet er niet uit. En ook merk je dat de huizen allemaal, duiven in en zo. En op het moment dat ze daar gaan bouwen, dan gaan die duiven weg en dan zitten ze bij mij op het balkon. Dat is één grote duivenbende. Dus nee, daar word je niet blij van. Het kan beter weg en in plaats van dat kunnen er misschien winkels komen of iets. Ik vind het gewoon stinken, man. Gewoon gadverdamme gewoon. Komen soms als ik langs loop, komen gewoon muizen er vandaan. Dus gewoon, weet je wel, van die kleine tyfusmuisjes gewoon. Dan denk ik, wat de fuck gebeurt er nou, weet je? Wat zijn zeg maar de invloeden voor de buurtbewoners dat deze panden zo op deze manier nu hier staan? Ja, het gebied Hollandspoor, dat was noodgebied. Dat is al vervelend genoeg voor de bewoners. Maar het heeft ook te maken met de indruk die mensen hier hebben. Het oogt hier onveilig. En dat heeft ook te maken met de uitstraling van dit soort panden. Het is dramatisch. Er wonen mensen achter al jaren, die al jaren klagen. Terecht, ontzettend terecht. En die klachten komen ook elke keer weer aan bij de gemeente. Want als je daar aan die achterkant kijkt, nou, daar bent u waarschijnlijk geweest, nou, je raakt absoluut in een depressie. En dat is absoluut zonde, want iedereen is hier echt tevreden over de buurt. Hartstikke leuke buurt, trekt leuke mensen aan. En het plan voor deze panden was ook heel goed voor de buurt. Er is horeca onder, maar daarboven zat een grote diversiteit aan woningen. En dat is wat de buurt elke keer vraagt. Bouw ook voor oudere mensen, bouw ook grotere woningen. En terwijl hier weer helemaal volgepland worden met studentenhuisvesting, dus allemaal eenkamerwoningen, zat in dit plan een heel interessante reeks aan woningen. Dat is ook niet goed voor de ondernemers die hier in het gebied gewoon een winkel willen runnen. Eigenlijk was de bedoeling dat hier terrasjes voor zouden komen, dat hier horeca zou komen, dat hier gewoon goed gewoond kon worden. Daar hebben de bewoners belang bij, want dan gaat de buurt opbloeien. Dat is ook belangrijk voor de ondernemers in de binnenstad die gewoon zoveel mogelijk bezoekers willen trekken. En dan moet die entree moet aantrekkelijk zijn en mensen stimuleren om naar die binnenstad te gaan. Vindt u van die panden hier bij de tramhalte bij Hollandspoor dat die er zo bij staan? Het staat veel te lang leeg en gesthuis is teruggetrokken, heb ik gehoord. Dus dat is, je weet niet wat er mee gaat gebeuren. Het kan misschien beter helemaal plat een nieuwbouw neerzet. Dat is misschien de oplossing. Wat kan de buurtorganisatie betekenen om dat weer helder te krijgen, dat het allemaal weer mooi wordt? Wat wij op dit moment kunnen bijdragen, dat is dan nog eventjes de vraag. Maar het is zoals altijd hebben we vaak wel suggesties. En de suggesties in, zoals wat? De suggesties in ieder geval om te kijken of daar in ieder geval, als het kan, iets op korte termijn zou kunnen gebeuren. Want we hebben lang genoeg tegen de bouwval aangekeken. En we willen natuurlijk ook heel graag dat we horen of er al heel snel een lange termijn ontwikkeling kan worden gestart. Kun je een indicatie geven van wanneer je denkt dat dit weer gewoon helemaal netjes zal zijn? Ja, nou, dit heeft dus nu al 5 jaar vertraging gehad. Omdat we gewoon 5 jaar lang hebben moeten wachten op Gisteren Vastgoed, die uiteindelijk alleen maar heeft gesloopt en verder niks heeft gedaan.
Dus nu moet er gewoon worden omgeschakeld naar een nieuwe projectontwikkelaar. De wethouder heeft nog opheldering te geven hoe dat nou precies is afgelopen met Gesten. En hij zal dus nu met een plan moeten komen. En ik denk dat we op zijn vroegst hier over anderhalf jaar, twee jaar weer opknapwerkzaamheden kunnen zien. Dus we moeten echt zorgen, alles op alles zetten, dat het gewoon zo snel mogelijk gebeurt. Maar door deze ellende van Gesten vastgoed hebben we ontzettend veel vertraging opgelopen. Hopelijk zal deze wijk dus inderdaad binnen niet al te lange tijd weer herrijzen tot iets schitterends. Dit was Björn van Siniak Den Haag. Tot de volgende keer.